Tijdens een openbare zitting haar 20ste notaris beëdigd. Het gaat in deze om notaris Kitty Abaisa Derby. Ze fungeerde vanaf 2008 als kandidaat notaris op het notariaat van Vera Dollard Derby. Iwan Rasul Baks, waarnemend president van het Hof van Justitie, haalde aan dat Derby nu aan alle wettelijke vereisten voldoet om als notaris in geheel Suriname te fungeren. Procureur-generaal Roy Bainat Pandey wees de pas beëdigde Derby op de taken van een notaris. U doet uw intrede binnen een nobel beroep met veel verantwoordelijkheden en verplichtingen. U zult als bijzondere ambtenaar dienstbaar moeten zijn en blijven aan de burgers die zich bij u zullen aanmelden om uw ministerie, uw diensten aan hun te verlenen. U zult namens de overheid ook de middelen moeten innen die voor de overheid bestemd zijn en daar goed over waken en afdragen. Daarbij wordt van u verwacht, gelijk u beloofd heeft, dat u eerlijk, nauwgezet en accuraat, als ook onzijdig zult handelen. Dat u de notariswet en alle andere wetten die betrekking hebben op uw dienstverlening stipt zult naleven en de uiterste geheimhouding zult betrachten over de materiële belangen van de burgers die zich bij u hebben aangemeld voor uw diensten. Het ambt van notaris de bevoegdheid inhoudt om authentieke akten te verlenen in de gevallen waarin de wet dit aan hem of haar opdraagt of een partij zulks van hem of haar verlangt. Daarnaast dient hij of zij anderen in de wet aan hem of haar opgedragen werkzaamheden te verrichten. Voorts, tot het voeren van de titel notaris is uitsluitend bevoegd hij of zij die als zodanig is benoemd en beëdigd en die alzo dus niet defungeert. Manaf Kanhai, voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie, SNB, haalde aan dat de vereniging werkt aan de verbetering van het ambt. Daarbij is volgens hem de hulp van notaris Derby nodig. De nieuwe notaris haalde aan dat de successen in haar loopbaan veelal komen door de idealen die ze via de opvoeding heeft meegekregen. Notaris Derby, u gaat ook nog eens zijn ambt. De rest van het puzzel te completeren onder de mooiste plaatje van de innovatie van het ambt. Bij het aanvang van uw werk houdt u altijd in mind de pijlers van het notariaat, de vijf pijlers. De notaris kennen het, maar nogmaals, het gezegd is: integriteit, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en bekwaamheid. Hou ze altijd, keep it in mind, always. Maar daarmee die vuist moet de vechten tegen of de vechten voor om het tot de innovatie van een mooi ambt te brengen. Het bereiken van deze belangrijke mijlpaal zou echter niet mogelijk zijn zonder de wil, kracht en steun van de Almachtige Heere God. Mijn dank daarvoor. Dat ik hier sta, is tevens te danken aan de opvoedingsidealen van mijn ouders. In het bijzonder de inspirerende woorden en wijze lessen die ik van mijn vader Wijlen Fred Derby heb meegekregen. Studeren en kennis verwerven stonden centraal in onze opvoeding. Tot zover Kitty Derby. Ze is vandaag als de 20ste notaris toegelaten tot het Hof van Justitie. Ze beloofde het ambt van notaris naar eer en geweten te zullen vervullen.